Tos, je bent nu een kleine maand trainer hier bij VVV Venlo. Hoe bevalt het je? Ja, het bevalt goed. Uh, ja, je ziet toch weer veel mensen die in de verleden ook uh, meegemaakt hebben. En dat is heel leuk, oude collega's waar je mee gespeeld hebt. Uh, en in de samenwerking ook met Stan als technisch directeur, ja, dat bevalt heel erg goed. Wat trof je aan toen je hier een maand geleden kwam? Um, ja, natuurlijk een uh, spelersgroep die uh, ja, niet overliep van vertrouwen. Uh, waar ook een stukje geloof, denk ik, weg was. En dat probeer je natuurlijk vanaf de eerste dag weer uh, een beetje aan te geven dat ze kwaliteit hebben, maar dat ze er ook in moeten geloven. En dat je probeert met uh, spelers ook individueel uh, hun een beetje weer uh, moed toe te spreken, maar ook vooral uh, vertrouwen te geven. En dan hoop je dat ze weer tot hun eigen prestaties kunnen komen. Heb je dat ook op het veld uh, specifiek aangepakt? Uh, bij je specifiek gaan trainen op bepaalde zaken? Ja, je probeert wel in je, in je visie of in je voetbalprincipes uh, de spelersgroep zo snel mogelijk ook een richting aan te geven. Waar je in het verdedigen en in het aanvallende natuurlijk elke dag opnieuw weer probeert uh, accenten te zetten. En, uh, ja, we zijn daarmee uh, natuurlijk heel intensief aan de slag. En het mooiste zou zijn dat je daarin ook uh, resultaten in de weekend uh, voor terugziet. En dat is helaas nog niet gelukt. Maakt je dat zorgen? Zorgen niet, maar je, je bent wel natuurlijk daar heel veel mee bezig. Eh, dag in, dag uit. En eh, ja, je hoopt altijd op het eind van de week, als de wedstrijd dan eh, voor de deur staat, dat je weer een volgende stap hebt gemaakt. En eh, ik moet zeggen, eh, de laatste wedstrijd tegen PSV, weet je van tevoren dat het heel zwaar en moeilijk is. Maar we verliezen op details, eh, ook helaas tegen PSV. Wat uh, vermijdbaar was, want ik vond PSV nu niet echt een superdag hebben. Maar dan moet je wel je eigen effectiviteit hebben in de mogelijkheden als die zich aandienen. Dat je daar ook uh, wat duidelijker en wat preciezer in bent. Om uh, natuurlijk dan ook tegen PSV te kunnen scoren of een punt hier te kunnen houden. Wat zijn de zaken waar jij je dan aan vasthoudt? In ieder geval uh, in het teamproces. Ik vind dat, uh, dat het team en vooral de spelers staan uh, echt elke dag genoeg investeren en veel investeren. En dat ze ook als team uh, uh, veel voor elkaar over hebben. En dat zag je ook, vind ik, terug uh, in de laatste drie wedstrijden. Dat we vooral verdedigend eigenlijk heel weinig toelaten. Als je de eerste wedstrijd in zwolle, verlies je door een penalty-moment of een moment. De wedstrijd daarna tegen Groningen krijg je uh, vier minuten voor tijd uh, die, die tegenkool, waardoor je uh, met lege handen staat. Dus en tegen PSV geef je over 90 minuten, ik geloof, drie. 3,5 kans weg. Dus dan doe je het niet slecht eh, als team verdedigend gezien. Maar aanvallend weten we dat we daarin eh, nog eh, ja, resoluter moeten zijn. En, eh, een beetje met meer, eh, meer lef, maar ook vooral eh, meer doorzettingsvermogen om uiteindelijk eh, ja, aan goals te komen weer. Jij belooft ons dat je tijd gaat keren met de ploeg. Ja, daar ga ik wel vanuit. Uh, en, uh, dat heb ik gisteren ook nog tegen de spelersgroep gezegd. Dat we nog alles in eigen hand hebben. Je hebt een hele uh, lange nederlagenserie. Maar toch ben je nog niet kansloos. Je zit er nog midden drin, En je kunt er nog zelf beslissen. En daar moeten we ook voor werken. En daar moeten we ook in geloven. En uh, dat staat uh, na dit weekend. Gaan we ons daar maandag weer volop richten. En dan gaan we proberen in Sparta die drie punten mee, te mee terug te nemen. Heel veel succes. Dank u wel.